The Uncharted Legacy of Thieves Collection is uit op de PlayStation 5. En Nathan Drake is zelfs op het grote doek te bewonderen in zijn eigen bioscoopfilm. Een mooi moment om eens terug te blikken op de geschiedenis van de legendarische avonturen van Drake en zijn vrienden. Dit is de geschiedenis van Uncharted. Toen de PlayStation 2-generatie ten einde kwam, was Sony op de top van zijn kunnen. De PlayStation 2 was de best verkochte console ooit en de opvolger daarvan was al jaren in ontwikkeling. Maar voordat deze PlayStation 3 uitkwam, lanceerde Microsoft in 2005 de Xbox 360. En zo begon Sony deze generatie met een grote achterstand in verkopen. Alsof dat niet erg genoeg was, bleek de PlayStation 3 ook nog eens uitgerust te zijn met de ingewikkelde Cell-processor, waardoor games maken voor het apparaat moeilijk was. En was hij ook nog eens bizar duur. Sony zat dus in de penarie. Het bedrijf had goede exclusieve games nodig en het liefst zo snel mogelijk. Naughty Dog was de beste kandidaat om het tij te keren. Zij waren immers verantwoordelijk voor de PlayStation-mascottes Crash Bandicoot en Jak & Daxter. Naughty Dog kreeg de opdracht om een game te maken met vette graphics, maar vooral ook om een volwassenere titel te maken dan de kleurrijke actieplatformers waar ze onbekend stonden. Uncharted was eerst Project Big en moest een actiegame worden in de geest van Indiana Jones. Naughty Dog besluit om het verhaal en de personages voorop te stellen in het avontuur vol met vliegende kogels, vergeten schatten en tropische locaties. Net zoals andere vroege PlayStation 3-projecten worstelt het team met de Cell-processor. Maar het lukt ze wel om een grafisch bijzondere game af te leveren. I was promised treasure on this goddamn rock. Shouldn't we call the authorities or something? There's nothing here, Nate. Another goddamn dead end. Het animatiewerk is voor 2007 begrippen uitstekend. De gezichten zijn sprekender dan ooit en de renanimaties passen zich aan afhankelijk van de context. En wist je dat Nathan Drake deels gebaseerd is op Jackass-ster Johnny Knoxville? Bovendien is het een van de eerste games die gebruik maakt van volledige motion capture, waardoor de prestaties van Nolan North als Drake, Richard McGonagall als Sully en Emily Rose als Elena Fisher een stuk overtuigender zijn dan de andere actiegames uit die tijd. Toen Uncharted Drake's Fortune eindelijk uitkwam in 2007, was iedereen diep onder de indruk. De game is een cocktail van bergen beklimmen in prachtige landschappen, rennen voor je leven over instortende touwbruggen, puzzels oplossen in eeuwenoude tombes en vijanden neerknallen tot je erbij neervalt. Heel innovatief is het allemaal niet, maar in combinatie met de prachtige setting van Panama, het Amazonegebied en een onbewoond eiland voor de kust van Peru, speelt het lekker weg. Drake's Fortune maakte zoals beloofd indruk met zijn personages. Nathan Drake is een roekeloze avonturier die zijn leven waagt voor een domme schat, maar toch is zijn gemompel of geschreeuw ontzettend herkenbaar wanneer hij weer eens aan de rand van een afgrond hangt. Ook de andere personages die in 2007 in veel games werden verwaarloosd, horen net zo goed bij de crew als Nathan Drake. In de gemiddelde actiefilm is dat niet zo bijzonder misschien, maar voor games in die tijd was het ongekend. Sterker nog, Uncharted heeft de basis gelegd voor wat we nu beschouwen als Sony games en misschien wel voor verhalende action-adventure games in het algemeen. Na het succes van Drake's Fortune is het duidelijk dat Naughty Dog Jak & Daxter definitief laat varen voor de Uncharted reeks. Dankzij de ervaring met het eerste deel en een groter ontwikkelteam weet het nog meer grafische pracht uit de PlayStation 3 te persen met een veel ambitieuzer project. Eentje die de boeken in zou gaan als een meesterwerk. En die Naughty Dog op de kaart zet als een van de beste ontwikkelaars van de wereld. Uncharted 2, Among Thieves, start midden in het verhaal. Nathan Drake hangt bloedend in een ontspoorde trein aan de rand van een klif. Rotsblokken storten naar beneden en afbrekende treinonderdelen maken zijn klim naar boven bijna onmogelijk. Natuurlijk overleeft hij de klim op het nippertje om vervolgens bewusteloos neer te vallen in de sneeuw. Deze iconische opening zet meteen de toon voor een avontuur waarin Drake, Sully en nieuwkomer Chloe in de ene naar de andere absurde situatie terechtkomen. Lazarevich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani Stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? I'm sensing some history here. Elena Fisher, last year's model. We're gonna snatch that treasure right out from under them. They'll never see it coming. Yeah, well, payback's a bitch. Het vuurgevecht op de trein, de helikopterscène op een instortend gebouw, de tankachtervolging door Tibet. Het zijn allemaal bombastische setpieces die je lang bijblijven. Grafisch ziet alles er fantastisch uit en het belangrijkste is misschien wel dat je altijd de controle hebt over Nathan.
Een instortend flatgebouw kijk je niet in een filmpje. Nee, je rent al knallend met een AK-47 rond terwijl je schuivende tafels en kogels ontwijkt. Het is die samensmelting van gameplay en verhaal en de constante dialogen tussen de geweldige personages die Naughty Dog Games vandaag de dag nog steeds indrukwekkend maken. Tijdens het spelen vergeet je helemaal dat de gameplay eigenlijk maar weinig om het lijf heeft en dat het plot rondom de vergeten stad Shambhala eigenlijk vol met gaten zit. Uncharted 2 is een achtbaanrit met een bijna perfect tempo die je in één ruk uit wilt spelen. En dat is maar voor weinig games weggelegd. Tijdens de ontwikkeling zag de studio zelfs nog kans om er ook nog een multiplayer modus aan toe te voegen. Net als in Gears of War hevelt de multiplayer alle belangrijke mechanieken over. Zelfs het klimmen op gebouwen om tegenstanders van alle kanten onder vuur te nemen. Het speelt misschien niet zo soepel als bijvoorbeeld Call of Duty, maar de Uncharted 2 multiplayer kreeg genoeg aanhang om toekomstperspectief te bieden. De jaren na Uncharted 2 zijn behoorlijk interessant. Naughty Dog zorgt ervoor dat de PlayStation 3 over de toonbank vliegt, maar heeft tegelijkertijd de behoefte om een keer iets nieuws te doen. Daardoor splitst het team op. Regisseur en schrijver Amy Hennig gaat aan de slag met de nieuwe Uncharted en co-regisseur Bruce Straley begint samen met schrijver Neil Druckmann aan The Last of Us. Just couldn't leave it alone, could you? Mate, these guys are playing for keeps. You're gonna keep going, aren't you? For what? Treasure? Als er iets is wat Uncharted 3 Drake's Deception onderscheidt van de voorgaande games, dan is het de focus op Nathan's verleden. Er wordt bijvoorbeeld onthuld dat hij helemaal niet afstamt van de ontdekkingsreiziger Sir Francis Drake en de game gaat dieper in op zijn band met Sully. Ook zijn relatie met Elena staat op losse schroeven, omdat hij het schattenjagen steeds nog wat belangrijker vindt dan hun huwelijk. De bad guy, Marlowe, lijkt Nathan dan ook steeds een stapje voor te zijn. En dat is een fijne afwisseling met de eendimensionale Lazarevich en Roman uit de vorige delen. Toch blijft ook deze Uncharted een typisch actieavontuur waarin de helden de wereld overracen naar een verloren stad. Een paar momenten zijn weer net zo memorabel als die uit deel 2. Zoals het brute gevecht in het vrachtvliegtuig boven de woestijn, een kapseizend cruiseschip en een brandend landhuis in Frankrijk. Grafisch gezien perst Drake's Deception alles uit de inmiddels 6 jaar oude PlayStation 3. De dekking brokkelt dynamisch af, het vechtsysteem is complexer en je kunt zelfs verticaal dekking zoeken. De game speelt misschien wat veilig en komt traag op gang, maar Uncharted 3 is nog steeds een fantastische ervaring. In datzelfde jaar verschijnt er nog een Uncharted game, maar dan voor de PlayStation Vita. Je weet wel, die handheld die niemand kocht. Naughty Dog had al 2 projecten in ontwikkeling en liet deze game dus over aan Bend Studio, die we kennen van Siphon Filter, Resistant Retribution en... Bubsy 3D. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling soepeltjes verloopt, houdt Naughty Dog wel een oogje in het zeil en dat is het begin van een later controversiële samenwerking. Uncharted Golden Abyss lijkt in veel opzichten op het eerste deel. Waar Drake's Fortune de Sys-Axis mogelijkheden van de DualShock 3 benutten, hangt Bend nieuwe mechanieken aan het touchscreen en de touchpad van de Vita. Het leunt minder sterk op de absurde actiemomenten van de recentere titels en de drie pilaren van de game, platformen, puzzelen en schieten, voelen behoorlijk gescheiden aan. Ondanks dat is het een prima titel en een indrukwekkende productie voor de handheld. Helaas was het spel onderdeel van de enige golf aan AAA-games voordat Sony de handheld alweer in de steek liet. En dat terwijl Vita leven betekent. Jammer hoor. If I'm right, this is the Temple of the Serpents. You don't see that every day. You ain't seen nothing yet. Come on. Uncharted 3 wordt erg goed ontvangen, maar The Last of Us in 2013 bewijst dat Naughty Dog nog veel meer kan. Ellie en Joel's verhaal is een totaal andere ervaring die vooral leunt op doodse stiltes, hartverscheurende wendingen en complexere personages dan die uit de Uncharted franchise. De studio heeft alweer een klassieker in handen. Toch blijft Uncharted een van de meest succesvolle PlayStation franchises. En dus duikt Nathan Drake tijdens de E3 2014 weer op, met een duidelijke boodschap. Nog één laatste keer. Naughty Dog weet dat de laatste game een flinke kluif wordt, omdat Amy Hennig en een aantal anderen na een hoop meningsverschillen de studio verlaten. Maar The Last of Us-regisseur Neil Druckmann en Bruce Straley schoten een jaar voor de geplande release te hulp, zodat ze er toch nog iets moois van kunnen maken. Bepaalde elementen worden geschrapt. Zo stond er een stamina-systeem op de planning en wordt het verhaal deels geschreven om Nathan's verleden meer context te geven. We weten natuurlijk niet hoe het oorspronkelijke script zou zijn uitgepakt, maar inmiddels weten we dat Uncharted 4 A Thief's End een fantastisch afscheid van de iconische PlayStation-held is. Een oudere Nathan Drake snakt tijdens zijn comfortabele
simpele, saai leven naar avontuur. En dat is een prachtige premisse voor het verhaal van A Thief's End. Naughty Dog heeft duidelijk geleerd van The Last of Us en durft ineens complete scènes te besteden aan Nathan en Alina die samen op de bank Crash Bandicoot spelen of een wandeling maken over een markt. De scène die compleet samenvat waarom dat zo goed werkt is die ene waarin Alina Nathan confronteert met dat hij liegt over zijn avontuur en de teleurstelling in haar ogen enorm geloofwaardig is. Het verhaal heeft daarnaast een persoonlijk randje dankzij Drake's broer Sam en hun voormalige partner Rafe, die net als hen uit is op de schat van Henry Avery. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. Qua gameplay en structuur zet deel 4 misschien nog wel een grotere stap. Waar Naughty Dog vroeger door de hardware werd beperkt tot lineaire omgevingen, biedt dit deel veel natuurlijkere en grotere omgevingen. Er is niet meer één route naar je eindbestemming en de vuurgevechten zijn een organische wisselwerking van klauteren, slingeren met de nieuwe grijphaak en schieten terwijl je dekking aan stukken brokkelt. Zelfs nu is het nog een prachtige game met zeer indrukwekkende animaties. Hoewel de gameplay nog altijd niet het wiel opnieuw uitvindt en je veel te vaak een doos moet verschuiven om op te klimmen, voelt Uncharted 4 speelser dan ooit. A Thief's End is daarom in veel opzichten de beste game uit de serie, al was deel 2 wel een stuk meer baanbrekend voor zijn tijd. A Thief's End wordt gezien als een van de essentiële games voor de PlayStation 4 en dus begint Naughty Dog aan een uitbreiding. Voor het eerst krijgen we een game zonder Nathan Drake en dus is er ruimte voor nieuwe helden. De charmante Chloe Fraser en de brute huurling Nadine Ross staan dit keer in de spotlights. Ze gaan samen op zoek naar de Tusk of Ganesh in India. De ontwikkeling van deze uitbreiding loopt natuurlijk compleet uit de hand en in 2017 verschijnt hij als een compacte, maar volwaardige game, Uncharted The Lost Legacy. De lengte van de game blijkt in het voordeel te werken. Het propt een blockbuster-ervaring in een uurtje of 7 en heeft daardoor een veel betere balans in de gameplay. Spelers kunnen er rustig op uit in het eerste open level van de game en het aantal vuurgevechten valt in vergelijking met de voorgaande delen erg mee. The Lost Legacy bewijst vooral dat Uncharted best zonder de inmiddels iconische cast kan. Eerst zou de game draaien om Sam en Sully, maar die laatste werd te oud. Chloe en Nadine staan elkaar gedurende de game naar het leven, maar komen richting de climax van het verhaal dichter bij elkaar. En misschien ligt de toekomst van Uncharted wel in dit soort kortere verhalen. Want natuurlijk, we zijn nog niet klaar met Uncharted. Sony stopt niet voor niets $120 miljoen in een Uncharted film met Tom Holland en Mark Wahlberg. Ook heeft Naughty Dog aangegeven dat er in de toekomst nog meer games in de reeks worden gemaakt. En waar Uncharted in 2007 nog de redding van de PlayStation 3 moest zijn, werd het uiteindelijk veel meer. De invloed van Naughty Dog's filmische insteek voor actiegames is namelijk onmiskenbaar en dus werd die gretig overgenomen in andere games. Zo zijn de nieuwe God of War, de Tomb Raider reboots en Star Wars Jedi Fallen Order duidelijk geïnspireerd door Uncharted. You know what, Nate? Underneath all the bravado, you're just a sad little boy with delusions of grandeur. You'd risk your lives, and for what? Let's finish this! How long have we been chasing this thing, huh? You and me. En dat was de geschiedenis van Uncharted. Vond je dit nou een fijne video en heb je er wat van opgestoken? Geef ons dan een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal voor meer van dit soort content. Wat is jouw favoriete Uncharted game en waarom? Laat het weten in de comments.